Onze focus die verschuift steeds meer naar welzijn. Ik lees daar ook veel mooie dingen over. We schrijven daar ook veel mooie dingen over. Maar tussen papier en werkelijkheid zit nog best wel veel ruimte. En dat heeft ook een bepaalde mate van vrijblijvendheid soms nog in zich. En ik vind het mijn rol als bestuurder om het daar steeds met elkaar over te hebben. Om die ruimte steeds kleiner te maken. Lilian Bouwman begon ooit in de zorg als wijkverpleegkundige. Sinds juli 2017 is ze bestuurder bij de Swinhoven Groep. Als ik zeg dat ik me wil inzetten voor kwetsbare mensen, dan betekent dat dat ik me niet moet laten verleiden tot allerlei bureaucratische romslomp en dingen, maar dat ik me vooral moet blijven realiseren wat er voor de cliënt toe doet. In Van Huis naar Thuis bezoekt een bestuurder het huis van een andere bestuurder. George Jacobs, bestuurder bij Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst, gaat samen met Alex van der Leemput, leerling verzorgende IG, op bezoek in Zwijndrecht. Ik vind het fantastisch om ook mensen in hun laatste levensfase een mooi woon- en leefklimaat te kunnen bieden, waarin zij ervaren dat ze gezien en gehoord worden, zingeving ontlenen en ook nog een prachtig vitaal netwerk om hen heen hebben. Met zo'n 400 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers biedt zorgorganisatie de Swinhoven Groep een breed scala aan behandelingen, zorg en woonmogelijkheden. Het gaat niet alleen om verpleegkundige plannen en medisch beleid. Het gaat om wie die mens is en wat voor iemand van waarde nog is in zijn leven. En als je dat centraal stelt, dan raakt dat de kern van waar je als organisatie voor bent. Hier in de Lichtkring zijn 5 kleinschalige woongroepen gevestigd voor mensen met specifieke zorgvragen, zoals dementie. Ik stimuleer dat medewerkers met elkaar en met familie bespreken wat goede zorg voor hun betekent en wat dan ieder daaraan kan bijdragen. Het lijkt ook wel een aardig nieuw gebouw, hè? Ja, die steentjes. Ja. Leuk, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Welkom in de Lichtkring. Dankjewel, Josje. Alex. Goedemorgen. Hallo. Ja. Kan ik jullie helpen? Wij komen voor Lilian Bouwman. Vrijwilligers spelen ook in deze organisatie een belangrijke rol. Goedemorgen, Lilian. Ik heb bezoek voor je. Bijvoorbeeld in de winkeltjes, waar spullen die de bewoners over hebben worden verkocht. Voor familie en bezoek. De opbrengst wordt gebruikt voor extraatjes. We verkopen het voor een rolstoelbus. En passant zijn deze vrijwilligers er ook voor een praatje met de bewoners of als receptionist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Bouwman. Josje Jacob. Goedemorgen. Hi. Evelien de Waal. Lilian Bouwman. Fijn dat jullie er vandaag zijn. In onze organisatie gaat het nog heel erg over bewustzijn. En ik hoop dat jullie dat vandaag gaan zien. Evelien neemt jullie mee. Dus ik wens jullie heel veel plezier vandaag. En dan zie ik jullie later. Ja. Leuk. Ja, oké. Leuk. Veel plezier. Om de overgang naar een focus op welzijn voor medewerkers te ondersteunen, zijn binnen de organisatie 3 welzijncoaches in dienst die de medewerkers trainen en helpen bij de omgang met het onbegrepen gedrag van mensen met dementie. Welkom allemaal. Vandaag zijn we bij elkaar om eens even na te gaan hoe wij zorgen dat het goed gaat met onze mensen. Dat ze kunnen zijn wie ze zijn. En ik wil graag van jullie horen hoe dat nu een beetje loopt in de praktijk. Ja, je ziet inderdaad wel van vroeger liep je over de afdeling en hop op hop, je ging een kamer binnen. En nou ja, een kamer, het was eigenlijk onze kamer. En nu hebben ze iets van nee, je komt thuis bij de bewoner. Dit is de woning van hun. Betrokken en er samen voor zorgen dat de cliënten kunnen zijn wie ze zijn. Dat klinkt mooi, maar hoe maakt de medewerker dat zichtbaar en tastbaar op de vloer? De middelen zijn op, zeg maar. We kunnen zogenaamd even niks extra meer regelen. Wat zou je nou zelf nou nog anders kunnen doen? Ik vind het moedig van de mensen om bij elkaar te gaan zitten en op zoek te gaan naar wat drijft ons nou. Want eigenlijk is dat ook waar je naar op zoek bent. Ja, we weten natuurlijk dat mensen met dementie ook heel veel hebben aan een gunstige omgeving. Hè? Zou daar nou nog winst te halen zijn van hoe je dingen doet? Ik denk sowieso, als wij steeds meer kennis krijgen erover, dat we de bewoners gewoon beter kunnen helpen. Dus inderdaad, net wat je zegt, van ben je zelf onrustig of heb je een vol hoofd? Ja, merken bewoners dat gelijk. Ik denk zelf, hè, als ik nu hier zo dit heb mogen zien, hè, dan doet me dat denken aan de sector van mensen met een verstandelijke beperking. Waar ze veel werken met video-interactie. Hè, en dat kan soms helpen om zelf ook wat concreter te worden. Om dan beter te kunnen reflecteren op wat doen we dan met elkaar. Ik vind dat wel, dat houdt me nu al bezig, merk ik. Ja, mevrouw Veldhuizen. De liefde van de man
gaat door zijn maag. Om medewerkers te ontlasten is er binnen de organisatie geëxperimenteerd met gastvrouwen. Nou, dat we stoppen. Ik heb even twee gasten meegenomen die even meekijken. Oké. Dat zijn mensen met of zonder diploma. Voorwaarde is dat ze feeling hebben met de doelgroep en snappen hoe je het gezellig maakt en toezicht houdt. Ik weet dat er verschillend gedacht wordt over het inzetten van ongediplomeerde medewerkers. Maar wij dachten, we gaan het gewoon doen. En het is een succes. Ja, heel goed. Ik vond dat de gastvrouw het heel goed deed. Ze zocht individueel het contact, maakte het gesprek en ging vooral die warme band aan. Hè? Even aanraken, oogcontact. Ja, heel mooi. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon op de groep geeft rust. Dat is een anker voor de dag. Voor mensen met dementie voelt het goed als dat vaste gezicht er is. Dat is herkenbaar. Tegelijkertijd geeft het de andere medewerkers de rust om echte aandacht te hebben voor individuele bewoners. Ik ben hier een half jaar niet nog. En ik merk nu, en waarom dat is, weet ik niet, dat ik af en toe mijn vorige huis mis. Een beetje mis, niet. Ik hoef niet te huilen of zo. Maar. Maar goed, dat is, geeft niet. Voor de wen, verder wen ik hier. Hier. Ja. Heb je het er moeilijk mee dan? Als je daaraan denkt. Ja, maar niet enorm. Helemaal niet. Maar je hebt het wel naar je zin hier op deze plek gewoon. Dat je erg naar mijn zin, ja. Ik zie een ontzettend betrokken verpleegkundige in opleiding. En die dan echt uiterste best doet om mevrouw ook zelf betekenis te laten geven aan dat wat ze ervaart. Ja, dat vind ik mooi. Dat je ziet wat dat in zo'n relatie doet en wat dat met het gesprek doet. Dus, ik ben onder de indruk van de manier waarop ze dat deed. Tijd voor de evaluatie. Wij zijn natuurlijk heel erg bezig met bewustwording. Dus wat iedereen vanuit zijn eigen rol kan doen. Hebben jullie dat gezien? Daar ben ik wel benieuwd naar. En zo ja, kunnen jullie daar dan iets over vertellen? Wat je dan hebt gezien? Ja. Nou, wij zijn bij dat brainstormoverleg geweest. Hè? Dat vond ik echt een mooi overleg waarin je zag dat alle aanwezigen op zoek zijn naar hoe maken we nou datgene wat we doen ook concreet in de praktijk. Mm-hmm. En wat ik daar dan ook wel weer mooi aan vond is dat je ziet dat dat nog niet zo eenvoudig is. Nee. En dat dat echt een proces is waar je nog wel even in moet zoeken. Nou, en dat vind ik ook wel herkenbaar. Maar ik zag daar duidelijk, hè, op jouw vraag bevestigend te beantwoorden. Ja. Mensen zijn aan het zoeken. Okay. En als je aan het zoeken bent, ben je natuurlijk al een beetje bewust ja. dat je moet zoeken. Ja. Dus dat is mooi.